Dylan Groenewegen, Nederlandse WK-selectie is uit. Jij bent daar niet bij. Was dat voor jou een verrassing? Het had eerder een verrassing denk ik geweest als ik er wel bij had gezeten. Dus nee, Koos die, ja, we hadden al wel een keer gesproken en ja, vanochtend stuurde ik nog een appje. Dat ik er niet bij zat, maar dat wist ik eigenlijk al. Want had je dat zelf aangegeven of was het toch stiekem hoop? Nee, ik denk dat het gewoon echt wel een zwaar WK wordt. Hè. Het is niet zozeer dat het enorm veel bergop is, maar de kleine hellinkjes, het draaien keren. De aantal kilometers, dat gaat echt wel een rol spelen. En dan ga je nooit, ja, denk ik, een grote groep naar de finish krijgen. Toch is Olaf Kooi wel mee. Hoe verklaar je die keuze dan? Ja, maar ik denk dat Olaf ook wel heeft laten zien dat hij meer dan alleen een sprintje trekt. Hè. Als je naar het NK kijkt, heeft hij heel slim gereden, maar ook gewoon heel sterk. Ja, denk ik dat hij op dat soort parcours beter uit de voeten kan dan dat ik of Jacobsen dat kan.